Ja, vandaag ga ik toch wel een merkwaardig bezoekje doen. Aan iets wat jullie normaliter niet van mij gewend zijn. Hè? Het is altijd nieuw of fabrieksnieuw. En nu gaan we eens even de andere kant van de medaille bekijken. Auto's die het niet overleefd hebben. Daar zitten hele levensverhalen in. En dat ga ik jullie zo even laten zien. Zo. Oh, hopelijk houdt het een beetje droog vandaag. Even de auto dicht. Ze nemen hier alles mee. Schrapje. Kom, we gaan eens kijken. Ja, dit is toch eigenlijk al heerlijk, hè? Moet je nou zien. Zo prachtig. Wat heeft dat ding toch allemaal meegemaakt, joh? Wat ik het mooie vind aan een locatie als deze, is dat je toch een beetje op schattenjacht bent, zeg maar. Er liggen hier zoveel auto's en wel bepaalde hoeken. Wat mij opvalt is dat de Franse auto's, met alle respect, maar die zijn niet zo heel oud. Ik zie hier gewoon C4 Picasso's van, bij wijze van spreken, 10 jaar oud, die liggen hier gewoon. Dus dan zie je wel dat er qua koets en qua kwaliteitsverschil in de merken, dat vind je hier gewoon heel duidelijk terug. Ik heb nou iets gezien en dat is een rode Ford Transit. Ja, dan moet ik toch even kijken. Hoe kan het, hè? Ik heb natuurlijk zelf eentje helemaal nieuw gemaakt. Van mijn vader. De meesten kennen het wel. Oh, hier kunnen we niet tussendoor op. Dit is gewoon echt helemaal dicht gegroeid. Wat ik het leuke vind is ook denk ik een jaartje of 8 geleden was ik in Frankrijk. En dan heb je ook echt van die traditionele autokerkhoven, hè? Maar dit is niet echt een Nederlandse stijl, hoe dat ze het hier gemaakt hebben. Hier moet je dit daar toch ook zien. Leeft die man nog? Willy van Uden. Die man heeft hier hoogstwaarschijnlijk jarenlang zijn gezin mee te eten gegeven. Zo, hier moet je kijken. Kijk, dan kunnen we gewoon de deur er tegenaan gooien. Het maakt toch allemaal niks uit. Kijk dan. Er ligt zelfs een werkmap ligt er nog in. Kijk, offertes. Ja. Gewoon complete levensverhalen vind je hier. Die map ligt gewoon nog zo op het dashboard. Dan vraag ik mezelf af van die auto komt hier terecht. Wat is er dan gebeurd dat je dit niet eens meeneemt of zo, weet je wel. Dat is gewoon een abrupt einde lijkt wel. Willy van Uden. Nou ja, zo te zien staat hij er al de nodige jaren. Hij zit helemaal dicht gegroeid. Dit begint overigens gewoon zeldzaam te worden, hè? Dit begint zeldzaam te worden. Dit type Transit. Zie je nooit meer. Dus mocht je zo'n ding nou nieuw hebben, ja, van onschatbare waarde. Juist omdat ze jarenlang en nog steeds niks waard zijn geweest. Alles is verschretterd, letterlijk. Is dit, als je dit in nieuw staat hebt, is echt geld waard. Kijk, hier ligt nog een dashboard, een tank, wat ophangingsdelen. Kijk. Mooi, hè? Had 149.000 kilometer. Maar je zult het onderdeel maar zoeken. Nou, ja, dit is dan wel qua elektronica zeer slecht. Dan moet je kijken. Hier de airbag. En ooit belde je nog naar de Ford dealer. En dan kregen ze, nou meneer, dat onderdeel kost €650. Inclusief BTW. Hier ligt het. Wat is dit? De pook. Ja. Wordt opgegeten door de natuur. En dit, jongens, zo hoort een rode Ford Transit eruit te zien. Oh ja, ik herken het, hè. Even kijken, wat hebben we hier allemaal? Bodemplaatje. Oh ja, de draagarmen, die heb ik toen opnieuw. Die rubbers allemaal vervangen. Kijk, dat zijn de draagarmen van voor. Ja, de achteras. Schokbrekers achter. Ja, zo hoort het. Niet. Er hangen sluitwerk. Kijk, de schroefjes nog mooi erbij. Je kunt stiekem nog best wel wat leuke dingetjes vinden. Kijk, deurpaneeltje, bovenkantje.
En nieuw is het gewoon niet eens meer verkrijgbaar. Moet je nagaan. Dus dit ook rustig neerleggen. Ooit komt misschien nog wel van pas. Schuifdeurtje. Hier van binnen hebben ze al de klinken eruit gehaald. Dashboard, roosters. Jemig, wat ziet het eruit. Mijn god. Was dit wel heel extreem. Maar dan stonden ze echt wel onbekend, hè? Of staan ze nog onbekend, dat ze allemaal zo rot als een krant zijn. Echt ook een typisch Frans beeld, hè? Zoiets als je een heel groot land bezit, dan moet er altijd wel één of twee ergens achter in de tuin liggen. In Frankrijk dan. Je zou het bijna niet geloven, maar daar staat mijn oude taxibusje. Ik heb hem net gezien en daar is niet van tevoren, wist ik het ook echt oprecht niet. Maar we gaan nu toch even kijken, want hij is best wel bijzonder. Ja, dit is hem. Het is nog het eerste type. Ja. 2 jaar lang ingezeten. Ik denk dat die man die hem toen reed, dat was een man van 68. 15 jaar geleden. Dus ik denk dat hij inmiddels al overleden is. Jaap. Was uiteindelijk ook een hele goede vriend van me. Ik kwam daar ook altijd thuis. Zijn vrouw Maya kookte altijd voor me. Altijd wel bijzonder geweest. Er waren mensen die me of echt een hekel aan me hadden. Of mensen die me lief hadden. En dit was de laatste categorie. En nou zie je dat busje gewoon hier staan. Het kenteken is ook 88 Nico Ferdinand. Nico Timon. 88 NFNT. Nico Ferdinand, Nico Timon. Ja. Jemig. Bijzonder. En dat is gewoon een plek waar je al die tijd hebt gezeten. Dat is toch grappig. En daarom zeg ik al, op zo'n, daarom noem ik het ook een oude kerkhof. Daar zitten zoveel herinneringen. Van mensen. Ja, hier is serieus niks aan geregisseerd, maar ik heb in mijn notities heb ik nog het nieuwe nummer toen destijds van Jaap Faber opgeschreven. Dus als hij nog leeft, neemt hij op. Met Jaap Faber. Hey Jaap, met Rick. Goedemorgen. Rick van Stippend, ken je me nog? Ja, ik ken jou nog wel hoor. Ja, toch wel hè? Hoe is het? Het gaat. Het gaat. Ja, ik moest enorm aan jou denken, want jij wil niet weten waar dat ik nu naast sta. Ik sta naast het oude busje waar jij mij jarenlang mee opgehaald hebt en mee hebt thuisgebracht. Oh, leuk. Ja, leuk hè. Zou ik vandaag eventjes bij je langs mogen komen? Ja hoor. Mag dat? Ja. Nou, dan ga ik jou beloven dat ik dadelijk even bij je langs kom. Ja, is goed. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Doei doei. Een beetje verontwaardigd. Ja, dit is dus echt zo, hè. We gaan dadelijk gewoon naar Jaap. Die man leeft nog. En dit is hem echt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Als je nog leuke plaatjes wilt schieten, dan moet je rechts in de hoek zijn. Er staan nog wat... Ja, ik zie sowieso al heel veel mooie dingen, maar alles wat daar staat, heb je dan daar al jaren staan dan of zo? Ja, dat is gewoon voor de fun. Gewoon voor de fun. Gewoon heel oud spul en laten we nog even staan. Dat mag nog rustig. Gaan we daar eens even kijken. Dankjewel. Oude cadet en... Ja. Oh, dat is wel heel gaaf. Rob, kijk eens daarachter.
Dat is wel heel gaaf. Dan gaan we toch even kijken. Dat schijnt er al tientallen jaren te liggen. Dat is ook wel te zien, want we komen er gewoon niet meer doorheen. En ik heb ook geen zin om allemaal dorens te halen in mijn... We gaan hier gewoon even door die rozenstruik heen hier. Zo, hé. Dit is gewoon gaaf, hè? Kijk hier, hé. Mijn god. Kijk. Het is letterlijk zo rot als een krant. Dat valt eigenlijk nog wel mee. Jemig. Een GSI. Dit is gewoon een GSI. Dus ik... Echt hier, kijken. Tussen de bramen. Die heb ik ooit nog eentje nieuw gehad, hè? Met 17.000 kilometer. Die heb ik vorig jaar verkocht. Daar staat hij dan, de GSI. Jemig. Hoe kan het, hè? Kijk, daar snap ik dan weer niet, hè? Want dat is het originele interieur wat erin zit. En dat ze dan gewoon de uitlaatsysteem zo op die stoelen. Tja, daar ligt nog een cd'tje. Wie weet wat er allemaal op staat. Zal wel Frans Bauer zijn. Hè? Nou, het is een achtklepper. Dat zien we al. Ik denk dat de Opel-kenners dat ook wel zien. Ja. Hoor je dat? Ja, het is lang niet open geweest. Lekker al die doren. Zo hé, niet normaal. Wordt gewoon helemaal opgegeten. Kijk, hier staat zelfs het kenteken nog in. Dit was ooit de Karel Nico 10 Leo Leo. Staat er gewoon op. Die was het ooit. Dus als er iemand kijkt, ik kan hem fabrieksnieuw maken voor je. Voordat we dan zo naar Jaap gaan, is er één ding wat ik niet begrijp. Ja, jullie weten, ik ben een klein beetje Ford-liefhebber. Dus ik kijk altijd in het Ford-hoekje of dat er wat bijzonders staat. Ja. Kijk, die mensen die hebben een keer schade gereden achter. Dan moet je hier eens de deur van openmaken. Kijk eens hier. Alleen al dat lederen interieur wat erin zit, hè, in deze staat. Echt. Een originele Ghia, cruise control, automaat. Moet je maar kijken, de radio, het hout. Een lange boordcomputer. Ik denk dat ik het interieur eruit ga schroeven. Hij heeft gelopen 132.000 kilometer. En moet je dit zien. 08/11/2019. Dus die auto staat hier pas net. En dan met 132.000 kilometer... recent nog onderhoud gehad. Ja, het is gewoon puur vanwege die schade. En dan is het klaar. Dan ben je afgedaan. Ja, voordat we zo naar Jaap toe gaan, wil ik eigenlijk eventjes een kleinigheidje voor hem halen. En daarna ga ik even testen of dat hij nog mobiel genoeg is om mee te gaan naar deze plek. En als dat zo is, pak ik de bus, laai ik hem in. En dan gaan we hier eens kijken en dan ben ik benieuwd wat zijn reactie is. Werk ze nog. Ja, groetjes, doei doei. Nou, ik weet dat het nummertje 78, kijk of dat klopt. 78, kijk. Jaap Faber. Dat is hem. Hallo. Hey Jaap, met Rick. Van binnen, jongen. Ja, is goed, dankjewel. Ja, want wij zijn van miljoenenjacht, dus je moet even een... Nee, dat is een grapje. Nee, dat is een grapje. We zijn van miljoenenjacht. Twee euro. Ja, dat is goed. Dankjewel. 80. 70. 78 was deze kant op. Hé, hey Jaap. Ja, daar is hij al. Daar staat hij al. Kijk, hoe is het? Niet goed. Niet goed? Nee. Dat is lang geleden. Nou, ja, officieel mag het niet, hè? Nee, maar ik heb geen corona, want ik ben getest. Ik ook niet. Oh, ja, leuk, hè?
Ik heb nog een kleinigheidje voor je. Oh, dat vind ik hartstikke lief. Tja, kom, hou het even goed vast. Kom maar. Gaan we even naar binnen. Ik vind het hartstikke leuk. Fijn. Echt waar. Ik heb vaak aan jullie gedacht, hoor. Ja, dat weet ik. Ook aan je vader en moeder, maar ik heb geen auto meer, hè. Nee. Mag geen auto meer rijden. Nee. Ja, de momenten die ik me nog van toen kan herinneren is dat ik mocht altijd schakelen. Dus ik schakelde altijd. Weet je dat nog? Ja. Ja. Ja, ik mocht altijd schakelen. Dus jij hoefde alleen maar de koppeling in te trappen. En de rest deed ik. En ineens kon ik de connectie leggen vanochtend. Van ja, maar ik moet nog ergens dat telefoonnummer hebben. Toen ben ik gaan zoeken. Denk ja, als ik het... En je had het nog. En ik had het nog. Ik geniet hiervan. Ja, ik vind het fijn wat je... Ik heb een hele mooie tijd gehad op de bus, hoor. Ja. Ja, zeker weten. Ik had fijne kinderen op de bus. Ja. Nou, ik had eigenlijk een andere vraag aan je. Ja. Zou je het leuk vinden om even met me mee te gaan? Kun je dat nog? Ja, natuurlijk kan ik dat. Ja? Nou. Ja. Ik ga mee, hoor. Rob. Nee, Rob. Ja, ik krijg mijn naam Piet. Piet. Fanny, ze gaat even weg. Moet jij even het huis passen? Staan er achter een paar? Ja, ik zie er al een gele staan. Ja, maar jij herkent de kleur al, hè? Ja. Ja. Gaat het? Goed zo. Nou, dit is er nog van over, Jaap. Kom, we moeten nog even één keer erin zitten. Kijk uit. Stap maar eens even in. Ga maar eens even lekker op je oude plekje zitten. Waar moet u heen? Ga nog maar. Oh, kijk uit. Voet omhoog. Voet omhoog. Ja. Zo. Lukt het? Ja. Nou, ga nog maar eens even lekker op je oude plek zitten. Stuurtje vast. Dan maak ik heel even een foto. Dit is gewoon goud, hè?